Als je een debuut promoot, is aan de ene kant is een voordeel en een nadeel. Kijk, bij gevestigde schrijvers, dan, zodra iemand een nieuwsbrief binnenkrijgt en de naam ziet van een bepaalde auteur, dan gaat er een belletje rinkelen en dan willen ze een exemplaar aanvragen of dan willen ze kijken of ze een interview kunnen doen. Dan willen ze in ieder geval gaan lezen, het belangrijkste natuurlijk. Bij een debutant is dat wat lastiger, daar moet je de aandacht op een andere manier trekken. Het is ook weer het voordeel dat ze denken, hé, een nieuw gezicht, een nieuwe stem, wie is dit? Dus dat is zeker bij Sarah het geval, tot op heden. Ja. Ik moet zeggen, het boek van Sarah, waar we nu mee bezig zijn, dat werd wel heel, vind ik in een vroeg stadium al heel goed opgepakt door de media. Ja, waar dat precies mee te maken heeft, weet ik niet. Ik denk dat het komt onder andere omdat ze al een bekende naam heeft voor mensen uit het vak. Omdat ze voor VPRO natuurlijk programma's heeft gemaakt. Ze zelf ook schrijft voor onder andere Vogue, voor Vrij Nederland in het verleden ook. Dus er zijn wel heel veel journalisten die denken, hey, Sarah Meuleman, wat fantastisch, een eerste boek, dat wil ik lezen. En, ja, dus dat werkt. Als je een boek niet actief promoot en het niet zichtbaar is, dan is het hartstikke moeilijk om het verkocht te krijgen. Het gaat natuurlijk al wat minder in het boekenvak in de zin van dat de aantallen niet meer zo zijn als in 2005 of in 2003. Je moet er hard voor werken en creatief campagnes neerzetten. En ja, in zoverre is er wel wat veranderd. Is dat er natuurlijk een klein deel van, een aantal boeken wordt goed verkocht. En heel veel andere boeken worden helemaal niet verkocht of zijn moeilijk aan de man te brengen. Dus je moet inventief zijn met het promoten van je auteurs, zeker bij debutanten. Ik denk dat bij Sarah, doordat we een vooruit exemplaar hebben gemaakt, al in een vroeg stadium, waardoor mensen het boek echt al konden lezen, ze dus ook konden oordelen inhoudelijk wat ze ervan vonden. Een hele sterke boektrailer is er gemaakt. En dan kan je afvragen, ja, een boektrailer, moet ik naar een filmpje kijken over een boek? Nou, het handige is dus, los nog even van de consument die dat leuk vindt om te zien, werkt het naar de pers toe ook heel goed, want die krijgen dan een paar weken later weer een mailtje, die zeggen, een boektrailer van de zes levens van Sophie, bekijken die. Ze vragen het aan, willen het lezen, willen een vooruit exemplaar, willen Sarah spreken, kondigen het aan, et cetera. Dus ja, het werkt wel. Nou, vind ik lastig. Om echt een voorbeeld waar ik denk van de marketing is mislukt, terwijl die heel groot is neergezet, ja, vind ik lastig om te zeggen. Ik zou niet direct een voorbeeld. Ik denk dat het eerder heel vaak mis is gegaan met boeken waarbij er niet na is gedacht over marketing dan andersom.